geval bent bij ons. Nou, hartstikke fijn. Dankjewel. Oké, you boys. Wat vind ik dan zelf? Huwelijk is als een onzichtbaar draad dat twee mensen met elkaar verbindt. Soms hangt het wat losser en soms staat het strak, maar altijd zit je aan elkaar. In alles wat je doet, ben je verbonden. Als de een beweegt, wordt er ook aan de ander getrokken. Als de een naar links gaat, kan de ander niet te lang stil blijven staan. Als de ander dan naar rechts wil, dan komt er spanning. Dan staat het draad strak. Dat voel je. Dan moet je met elkaar meebewegen. Soms iets meer naar links en soms iets meer naar rechts. Staan in de tijd dat ik elkaar opdraai. Eigenlijk zou je hem in de krullen nog moeten hebben, maar... Zal ik even vragen aan Annika of ze die heeft? Is die bij zich geweest misschien? Gelukkig wordt er hier professioneel voor jou gezorgd. Daarom heb je wel meer geluk mee, hè? Rianne en Brechtje vertelden mij dat ze, voordat ze elkaar ontmoeten, eigenlijk helemaal niet zo nodig hoefden te trouwen. Trouwen was iets wat vanuit de samenleving werd aangeboden als plaatje, maar dat was iets wat jullie niet paste. Nou, wij samen trouwen. Nee, maar jij bent er wel bij. Ik ga Rianne even invoeren. Ja. Ja, en hoewel het gelukkig sinds 2001 gewoon kan, was er voor jullie geen noodzaak. Dat veranderde toen jullie elkaar ontmoetten. Het plaatje dat jullie zelf maakten past perfect. En zoals ze het zelf zeiden, ja, bij jou wil ik wel horen. In 2018 kwam er opeens een versnelling in het verhaal. Rianne besloot om Brechtje ten huwelijk te vragen. Op haar verjaardag, in het bijzijn van al haar vrienden en familie. Oeh, wat was jij zenuwachtig. Het is nu nog veel erger, dus ik ben het al vergeten. Ah, mooi. Rianne had de ring in een potje gedaan en op een moment suprême, toen Brechtje het potje uitpakte, ging ze eerst eens heel uitgebreid het potje bekijken. Alle tijd nemen, terwijl Rianne zenuwachtig zat te staan. Ja, als je echt trouwen. Heb ik nu een andere trouwen. Samen van het leven genieten. Wie wil dat nou niet? Het klinkt zo eenvoudig, maar het is echt kenmerkend voor jullie. Samen is echt iets van jullie. Jullie doen heel veel samen. En dan bedoel ik niet alleen het samen met elkaar, samen tuinieren, samen de hond wassen, samen naar slechte tv-series kijken, samen naar borsten kijken. Sorry, Rianne had één wens en dat ik het woord borsten in mijn speech zou verwerken. Nu al twee keer. En op een huwelijk moet je de bruid altijd zin geven en dat is vandaag twee keer zo belangrijk. Dat samen is bijzonder. Misschien niet voor jullie, jullie zijn zo opgevoed. Jullie zijn het gewend, jullie vinden het niet meer dan vanzelfsprekend. Maar dat samen is iets, dat is echt heel bijzonder.
Samen door gewoon even te luisteren. Samen door eerst te begrijpen voordat je je eigen punt maakt. En samen door te accepteren dat niet iedereen hetzelfde leven leidt. Dit leven met jou is voor mij echt als een sprookje. Een sprookje voor grote mensen, voor grote meisjes. En eigenlijk geloof ik helemaal nog niet zo lang in sprookjes. Ik weet nog dat ik ooit jaren geleden in de kringloopwinkel, dat is mijn eerste grote liefde natuurlijk, een boekje vond met daarin een gedicht. En dat gedicht is eigenlijk altijd in mijn hoofd blijven zitten. Ik vond het heel bijzonder. Ik las daarin toen, namelijk, je maakt me zo mooi dat ik denk dat mijn ogen de mooiste ogen zijn. Mijn ogen zijn de enige ogen, de enige in jouw ogen. Op hoge golven van zelfvertrouwen, op hoge poten van trots, op de gulle lach van de zekerheid, geloof zo vast als een rots. Laat ik me drijven zonder angst, meet ik mijn vleugels aan die ik op een teken van jou uit mag slaan. Liefste, ik beloof je, dat is ook het enige wat ik je nu ga beloven, want de rest, ja. Dat ik wel altijd mijn best zal blijven doen om ook voor jou dit gevoel te kunnen hebben bij mij. En dat we samen dat sprookje dan tot een einde kunnen brengen, ooit. Ik hou van je. Ik hou van jou. Oké. Paaien moet ik er wel op zetten. Ja, dat zei ik ook. Ik wens jullie een hele gelukkig leven samen. Brechtje en Rianne, ik hou van jullie. Rianne. Hardop woorden uitspreken is niet echt mijn ding. Zeker niet voorlezen. Maar goed, ik ga het toch doen. Kup, kup. Dat is een kupje, ja. Lieve Rianne, jij geeft mij vertrouwen. Jij geeft mij kracht. Jij ziet mij. Jij laat mij zien wie ik ben. Jij vult mij aan en jij leert mij. Ja, en jij maakt ook van elke maaltijd wel een feestje. Op zich. Liefde gaat nog steeds zo maken. Mooie Rianne. Ik sta aan jouw zijlijn te juichen. Ik schrijf elke ochtend een briefje. Heel soms zet ik er een A tussen. Ik heb geduld en ik zie jou. Mijn Riaantje. Wij wonen samen in ons veilige paleis. We hebben verschrikkelijk veel lol. We bespreken echt alles. We varen samen op een rivier met elk onze eigen boot. We zijn samen in verwachting. We zijn vanaf vandaag officieel wij. Rianne, mijn vrouw. Niet meer vriendin, hè? Niet meer vriendin, mijn vrouw. Ik heb je nodig omdat ik van je hou.
Ben je steeds aan het filmen? Ja. Zal ik hem overnemen? Ik ben steeds aan het filmen. Wow. Hey, dat is best zwaar, hè?